Oh jongens. Het is maandag, hè? Zal ik even inzoomen op je hoofd? Nee, doen we niet. Niet doen. Oh, het is maandag. We hebben keihard lopen flaneren, optreden met defense. Het was gruwelijk. En nu komt het dipje. Maar gelukkig kunnen we even lekker een bakkie doen. Dus dat gaan we doen. En we zetten even een lekker muziekje op. En dan zijn we zo meteen weer helemaal mannetje! Het is nog ochtend, denk ik, hè? Nee. Is het al middag? 10:12. Oké, nou, ik heb wel gelukkig al wat gedaan. We nemen ook gewoon even 2 scoops, weet je al. Eventjes weer inkakjes bijpakken. We gaan gewoon weer verder. En nu komt het. Dit maakt echt jouw dag. Maak ook even een Insta-storytje. Dit is allemaal live. Dus als jullie direct beelden willen hebben. Maar even bijkomen. Als je direct beelden wil hebben. Dan moet je even naar mijn Instagram gaan. En dan kan je het allemaal live volgen, jongens. @JoelBeukers. Wij gaan de pre-workout opdrinken. Ik zie jullie zo meteen in de gym. Ja jongens, we hebben weer een lekker setje opgezet. We nemen nog even wat pillen, want we hebben er niet genoeg gehad. Wij scoopen lekker door. BCA. Watermeloen. Hop, wat een lekker setje. We gaan vandaag efficiënt trainen. Hoge verbranding, korte tijd klaar. En we gaan borst en rug doen, want het is godverdomme chest day! We zijn hier bij de bankdrukken, het is natuurlijk chest day, daar gaan we mee beginnen. We gaan eerst warm worden, we gaan die spiervezels activeren. Ik heb natuurlijk al de warming up gedaan met saaie gelul, maar we gaan nu zwaar liften om die spiervezels te activeren. Dus telkens 1, 2 reps doen, totdat je dat niet meer kan doen. We hebben hier 130 kilo erop zitten, die doe ik gewoon 2 keer. En we wisselen het af met een lat pull down en dan doen we hetzelfde. En daarna gaat die training beginnen. Let's go. Even op je tanden laten kletten. Even wakker worden, jongens. Ja! Ja! Kom maar. Ja! Kom maar. Oh, jongens. We doen hetzelfde hier. Je doet het ook mee. Gewoon 2 hele zware reps. Oké. Nu zijn die spiervezels geactiveerd. Je krijgt een beetje adrenaline erin van het zware liften. En nu gaan we gewoon hypertrofie training doen. Super zetten. 100 kilo. Go!
We gaan gelijk door. Want nu heeft de borst even rust als je die rug traint. Lijf pakken. Hak op de grond. Klemmen onder het ding. Boom. Nu is de set voorbij, dit is de superset. En dan hebben we even een minuutje rust. Even op adem komen, zuurstof erin. En we verhogen het gewicht. Dus tijdens die minuut rust is het heel belangrijk dat je even die zuurstof inhaleert. We hebben er meer gewicht op gegooid, 110 kilo. Wish me luck. Good luck. Goed hoor. Kanon, hè. Hij haalt erin hoor. Hij haalt erin. Setje op. Als je muziek wil, die ik luister, ga je naar SoundCloud en Joël Beukers. En dan ga je naar mijn gelijke tracks. Dan zie je alle lekkere setjes. Ik ga maar even helemaal terug naar mijn grote vriend, die ook op Decibel was. Wie dan? En gefist. Oh. Soms moet je gewoon even agressief worden. Ja, lekker set. Die vorige set was zo slecht dat we het nog een keer met 110 kilo gaan doen. Proberen de reps te verbeteren.
20 kilo. Jezus. Is het hard? Hier, 20, 15, 15, 50 de stang. Plus de andere 50 is 120. Zeg maar, godverdomme. Zie je hoe erg ik in de war ben? Maar dit is nou pure winst. Want ik ben helemaal gek. Dan word ik aan het dan ga ik die schuiven door het dak heen! Het drukken af met een flybeweging voor de bovenkant van de chest. Lekker met de kabels, één klein bankje. En daarna gaan we de cable row. Woe! De cable row is weer voor het middengedeelte van je rug. De lap down weer voor de bovenkant. Zo wisselen we dat een beetje af. Maar wat een lekker zeker, hè? Oh. Chest uit elkaar trekken. Kom, jongens. Kom op in je nest uit. Het gaat fout. Dus blijf je hele leven achter vrachtwagens aanrijden. Fucking gouden Lambo. Het is met een spielerij al zo. Maandag, de beste dag van de week, jongens. Nieuwe kansen. Goud opgraven. Oh!
zijn rug wat lekker toch. Ik heb 50 kilo dumbbells. Dankzij Matrix. Ik ben natuurlijk helemaal naar de ratten. Laatste oefening. Laatste set. Maar ik heb tegen mezelf gezegd. Elke motherfucking keer. Als ik borst train. Pak ik de incline dumbbell press. Met 50 kilo dumbbells. Elke training minimaal 1 set. Al doe ik 1 motherfucking rep. En dat is belangrijk als je succesvol wilt zijn. Dat je hier weer helemaal helder bent, maandag. Dat was het setje, we zijn precies klaar. Godverdomme, wat lekker zeg. Ik ga nog wat vertellen. Die superset. Dan heb je een korte tijd, werk je gewoon zijn hele training af. 6 oefeningen dus eigenlijk. Je kan dus zelfs het fucking hem niet meer aan. Zo'n zieke pomp zit er in het bovenlichaam. Die kleding jongens. Deze week komt het online. Ik garandeer dat. Een beetje aan het einde van de week. Precies kan ik het nog niet vertellen. Desnoods. Kom ik ze bij je brengen in de fucking Lambo. Maar deze week komen ze online, jongens. Dus hou het allemaal in de gaten. We hebben hier de Lambo. We hebben hier de Maserati. En we hebben een Gouden Gym. Maar dat komt niet aan bij je. Dus iedereen die denkt, ja, doe mij eens Lambo, oh, dit, dat, ik zie al die reacties wel. Het komt niet aan bij je, jongens. Je moet ervoor werken, je moet je nest uitkomen. Je moet er wat voor doen, je moet rammen. Dus maandag is gewoon zo'n dag dat je uit je nest komt en gaat knallen, gaat vlammen voor goud. Jij gaat voor goud. Je maakt mij trots, je maakt oma Woetroet trots. Je maakt neef Sam zelfs trots. En dat is wat we alle drie gemeen hebben, is dat wij keihard flaneren in het weekend. Maar wel gewoon elke maandag weer in die gym staan. Te rammen voor goud. Hoe kut we ons ook voelen. We nemen 2 scoops en we rammen die schijven door het dak heen. Voordat jij je hele leven, net zoals dat ik, een periode heb gedaan. Achter vrachtwagens loopt te hangen. Met je auto om benzine te sparen. Want ik weet dat meer mensen dat doen. Kan niet anders. Ik kan niet zo ziek zijn in mijn hoofd dat ik het in mijn eentje doe. Moet je gewoon nu gaan rammen. Je moet je best gaan doen. Dus tot de volgende keer. Tek je groeimaatje nu zijn nest uit en breek die hele tent af! Maak ons allemaal trots in Nederland en België!